Hermans. Simons. Olysee. De Cler. In zijn zesde duel voor Ajax in de basis zoekt Arveladze. Liedmanen. Steekballetje op Arveladze en de redding van Swam. Vierklauw. Knopper. Witsche. Liedmanen. Arveladze. Van Berto. Korte driehoek. Kans van Berto. Doeltrap. Van Berto wil een corner, maar krijgt hem niet. Roest. Lee. Jeffrey. Goeie bal. Van Bommel. Mogelijkheden. Van Bommel die dus niet voor Ajax koos, maar voor PSV. Daar ligt zijn toekomst. Bouma. Ook al afkomstig uit de PSV-opleiding. Oh, die poort daar Vierklauw even. Schietkans voor Van Bommel. Aardige actie van Bouma. Vierklauw zal het minder leuk vinden. Het schot van Van Bommel is te hoog. Hermans. Simons. Bouma. Vierklauw voorkomt de corner. Knopper. Verdeelt verkeerd uit. Slordig. Gesthuizen. Goeie bal. Vrijgespeeld uit Jeffrey. Wat een kans zeg. Als je die toch niet benut, dan win je nooit hier. Verdediging van Ajax helemaal uitgespeeld. Door snel aanvalspel bij Fortuna één keer raken. En kijk eens hoe vrij die Jeffrey staat. Witsche is de vrije man bij Ajax in de blindrol. Arveladze. Witsche opnieuw. Een rol die hij ambieert, die hij ook aan kan. De Cler. Van Berto. Liedmanen. Probeert het zelf maar eens. Witsche. Arveladze. Knopper op de penaltystip. Van Berto naar de tweede paal. Wat doet Arveladze? Die wil het zelf doen. Dan moet Liedmanen scoren en doet het niet. Hofland en Lee slepen Fortuna door. Aarzeling bij Melchior en Witsche. Simons kan profiteren. Overtreding van Olysee. Die krijgt ook geel. En dat lijkt me logisch. Hermans was de eerste die op de bond ging in de wedstrijd. 19e minuut, vrije trap Fortuna Kool. Maar die werd van richting veranderd en dus nog lastig genoeg voor Van der Sar. Gesthuizen. Melchiot en Witsche. Nu is Roest weg uit de verdediging. En dat geeft Ajax kansen. Overtreding Lee op Krunkjaar. Is dat een doorgebroken speler? Met vrije doortocht naar de goal. Wordt het rood of is het geel? Het is geel. Dit is de situatie. Krunkjaar is op weg naar het doel. Wordt vastgepakt door Lee en die mag bepaald niet mopperen over de beslissing van scheidsrechter Van Dijk. 28e minuut. Van der Sar denkt, laat ik de paas dan maar eens versturen. Liedmanen, Hofland, Van Bommel. Vrijgespeeld door Simons, Van Bommel. Melchiot. Maar Fortuna blijft komen met Bouma. Simons. Witsche. Mooi opgelost. Liedmanen. 31e minuut. Knopper vertrekt. Het wordt Van Berto. Nu van rechts, nu van zijn eigen kant dus. Van Swam. De toekomstige directeur spelerszaken, Danny Blind. Schot, gevaarlijk schot van Arveladze. Centimeters scheelde het meer niet. Knopper, Vierklauw.
Nog 5 minuten. Moeilijke redding van Van Swam. Kost Fortuna een corner. Corner Witsche. Duel! Uitverdedigd via Kool. Vierklauw. De Cler. Krukja. Hofland. Knopper ineens. Redding van Swam. Witsche. Arvelatse. Tempo bij Ajax is laag. Te laag. Het lijkt wel alsof de ploeg met een rugzak op speelt. Krunkjaar. Liedmanen. Knopper. Laat die bal vallen op Witsche. Dit is hem dan misschien. Het is hem niet. Van Swam staat Ajax en Witsche in de weg. Witsche. Nog 1 minuut. Hermans. Wamberto. Kool. Van Bommel. Kan het middenveld oversteken. Goeie paas op Jeffrey. Kool, die moet dan scoren. En doet het ook niet. Dit zijn toch kansen waar Fortuna vooraf van zou dromen. Jeffrey al vroeg in de wedstrijd. Vrijgespeeld en nu Kool. Van Bommel. Gesthuizen. Simons, Gesthuizen opnieuw. Zijn het. Ajax speelt de tweede helft met Babangida voor Krunkjaar. Babangida op rechts. Wamberto naar de linkerkant. De Cler. Fortuna ongewijzigd. Wamberto. Goalwind. Van Bommel. 1 beweging. 3 man kwijt. Goeie bal op Simons. Maar die verstapt zich. Simons. Gesthuizen. Van Bommel gaat diep. En wat kan Van Bommel? Die moet nu toch scoren. En doet het niet. Uitstekend gekiept door Van der Sar dat wel. Maar de derde open kans voor Fortuna hier in de arena. Van Bommel doet eigenlijk alles goed. Wil Van der Sar passeren. Maar Van der Sar is natuurlijk van wereldklasse. 10e minuut, tweede helft. Kool van grote afstand. En Van der Sar heeft er nog moeite mee ook. Roest. Jeffrey. Gesthuizen. Wamberto. Arvelatse staat op scherp. Liedmanen dan met een mogelijkheid. Babangida legt terug op Knopper. En Van Swam. En dan scoort Wamberto niet. Want Lee zit ertussen. Dit was de kans van de wedstrijd voor Ajax. Als Ajax het niet meer weet, brengt Wouters Sibon in de ploeg voor Arvelatse. Te beginnen bij deze corner van Wamberto. En de kopkans voor Babangida. Die verknalt. Kool. Van Bommel. Er zijn 2 ballen in het spel. Gesthuizen trapt er 1 weg. En Simons. Veel te makkelijk. Dit zijn geen schoten. Dit zijn terugspeelballen. Ontzetting bij trainer van Marwijk. Over zoveel gemiste kansen. Wamberto. Even los van Lee. Maar Lee is snel. Toch Wamberto. Scoort hij weer. Lee loopt hem van de sokken. Ja, dat is een penalty, scheidsrechter Van Dijk. Maar hij geeft hem niet. Hier nog eens het moment waarbij eerlijk gezegd moet worden dat Wamberto met zijn eigen benen in de knoop raakt. Maar ook wordt aangetikt. Misschien heeft de scheidsrechter toch wel gelijk. Laten we het daar maar op houden. Liedmanen. Olysee. Van Bommel. Simons. Oh, die gaat erin. Simons scoort voor Fortuna. En dat is verdiend. Dik verdiend. Het is een rare clutch goal, dat wel.
Van der Sar woedend op zijn verdedigers die zoveel kansen weggeven. Eerder had Fortuna al lang moeten scoren, maar Simons staat daar weer vrij. Draait langs Vierklauw en scoort dan zomaar. Olise staat erbij, kijkt erna. Simons scoort en het is dik verdiend. Het is 0-1. Olise. Simons weer. Was eerder al een kwelling voor Vitesse. Geen basisspeler deze Simons. Stand-in voor Hamming. En bijna is hij er weer. Van der Sar en Olise redden. En Melchiot voorkomt de corner. Van Bommel. Na een fout van Melchiot. 2-0 voor Fortuna. Totale afgang voor Ajax in deze fase. In eigen huis. En dit is de reactie van de enige speler die nog van wereldklasse is. Van der Sar. Dit is uitverdedigen op welpenniveau. En Van Bommel straft dat af. Eerste toeschouwers verlaten de arena. Witsche. De Cler. Overtreding Lee. Witsche. Lidmanen. 1-2. Gebeurt het dan toch nog? Uit een doodmoment scoort Ajax. Het is typerend voor de wedstrijd. Lidmanen kan vrij inkomen, wordt slecht gedekt. En dat mag de verdediging van Fortuna zich aantrekken. Witsche, Lidmanen. Witsche weer. Slechte bal, Bauma. Simons met Olise. Jeffrey van der Sar. Minuut of vier nog, met misschien wat extra minuten. Melchiot herinnert zich zijn goal tegen Feyenoord. Witsche. Liedman, een mooie actie. Babangida. Op het lichaam van Hofland. De duizenden toeschouwers die de arena al hebben verlaten, missen in ieder geval wel iets. Corner Witsche. Olise van de sokken gelopen. Gesthuis haalt de bal van de doellijn. Olise opnieuw. En dan is het Simons die opruimt. Simons. En hij scoort en de wedstrijd is beslist. Simons troeft Olise andermaal af. En Van der Sar is weer geklopt. Kijk eens hoe Simons daar op wilskracht Olise afstraft. En de bal in de hoek jaagt. Van der Sar andermaal kansloos. Eerder verloor Ajax thuis van Vitesse. En nu krijgt het klop van Fortuna. En op de winst van de Limburgers valt niets. Helemaal niets af te dingen. 1-3.